Wij staan op dit moment in Fraamklap bij Middelstum, midden in het aardbevingsgebied. Dat komt direct op een item wat CDA belangrijk vindt, waterveiligheid. Hier komen Boterdiep en Westerwijdwerdermaar bij elkaar. Ook een ander belangrijk punt in dat verband, voldoende water. Ik zal me overigens even voorstellen, ik ben Wilter Everts, lijsttrekker voor het CDA van het waterschap Noorderzijlvest. Vroeger heb ik een aantal functies bekleed, wethouder in Winsum en burgemeester in Bedum. Wij vinden verder van belang dat we schoon water hebben. Duurzaamheid vinden wij van groot belang. Wij willen de kerntaken van het waterschap betaalbaar houden en we willen transparant optreden.